Hey man, ik kan mijn huur niet betalen, mijn energiekosten zijn door het dak en ik heb een studieschuld van 50k. Ik zit er helemaal doorheen. Ja, dat is ook niet zo gek. Het hele systeem is gemaakt om jou te laten falen. Dat was de bedoeling. Hè? Hoe bedoel je? Ga maar na. Wat wordt er tegenwoordig als normaal gezien? Je moet geld sparen, terwijl zij het kunnen printen. Om überhaupt te beginnen in de maatschappij moet je een studieschuld nemen van 50.000 euro. Dan krijg je heel misschien een baan die bij de studie past. Vervolgens moet je een schuld van 4 ton nemen voor een huis. En dat bekostigen met een salaris van 2100 euro per maand. En tot slot wordt er op je hart gedrukt dat investeren gevaarlijk en risicovol is. Omgekeerde wereld. Hè? Inderdaad. Het is normaal om jezelf in de schuld te steken om je duo volledig aan bier uit te geven. Maar als je dan wil investeren, wordt het je afgeraden door iedereen. Terwijl, als ik er troep van koop, dan is het weg. Maar als ik ga investeren, dan kan ik juist een vermogen opbouwen, toch? Ja, natuurlijk. En zelf met iemand als Warren Buffett zegt dat investeren in indexfondsen het allerbeste is wat een normaal iemand, zoals jij en ik, kan doen. Maar op school leren ze je alleen maar dat je geld moet sparen, wat helemaal niks waard is. En leren ze je niks over investeren. En daarom volg ik Mees Wijnands. En begin vandaag met investeren.